Oké. Goedemorgen, ik had de vlog niet eens opgestart. Het is vandaag woensdag, goedemiddag. Wij zijn aan het sporten, we zijn net klaar. Ik ga dus even een wedstrijdje doen. Met mijn lieve neefje. Hij gaat waarschijnlijk winnen, want zijn benen zijn gewoon 2 keer langer dan mijn benen. Ja, kijk maar. Ten eerste zijn mijn benen 3 keer zo groot, denk ik. 3 keer zo dik. Dit is het neefje namelijk. Ja. Hallo, ik ben Jaden. En dit is Tante. Tante. Kijk. En wij gaan dus... En dit is Yara. En wij gaan deze trap, die gaan we op, maar we gaan elke keer een tree overslaan. Ik heb het zojuist al verloren, maar ik ga het nu gewoon weer doen. We gaan het gewoon proberen, oké. Okay. Ja. 3, 2, 1, go. We hebben een winnaar. Ja, hier. Oh, over daar. Hold on, news. Oké. Okay. Ik zit nu in de auto. Ik heb dus net getraind. En ken je dat? Dat je nu pas begint met zweten. Ik heb het nu bloedheet. Dat was echt lekker. Ik ben er nu echt fan van. Ik moet gewoon elke dag naar buiten om gewoon even 1 uur, 1,5 uur te sporten. Ik heb net nog even een balletje getrapt. Het buiten zijn en het buiten sporten vind ik nu gewoon echt heerlijk. En ja, ik weet niet. Het doet me gewoon goed. Ik ben nu wel echt kapot. Ik wil zo graag douchen, maar ik moet heel even naar de Albert Heijn. Want ik ga vis halen, vis maken vandaag. Panga filet, maar ik moet even rozemarijn en dille halen. En dan ga ik naar huis. Nou, zo ziet mijn salade eruit. Wat zit er allemaal in? Dat ga ik jullie ook vertellen. Zeewier, rivierkreefjes, surimi stick, mais, knoflookcroutons en veldsla. En een beetje bosui zit ertussen. Adem. Ik heb zojuist heerlijk gegeten. Panga filet met salade. En ik had toch nog even trek in een toetje. Dus ik heb hier een beetje Alpro yoghurt, granola en stukjes pure chocolade. Heel puur. Pam, pam. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb zojuist hard gelopen. Ik heb gewerkt. Ik heb het idee dat ik elke dag hetzelfde tegen jullie zeg. Maar ik ben nu thuis. Mijn vaatwasser is eigenlijk gemaakt. Even wat zacht te zetten. Ik vertelde laatst dat mijn vaatwasser het niet deed. Hij was volgens mij, ik dacht dat hij verstopt was. Maar die man heeft net gekeken. En er is waarschijnlijk een glas gebroken in mijn vaatwasser. Ik kan me er vaak wat van herinneren, maar daar zaten dus stukjes glas in. Ik ga het jullie even laten zien. Oh! Mijn moeder is er ook trouwens. Ja, Nina. Dan weten jullie dat. Oké, daar ben ik weer. Nee, spijt, dan komt dat ook jullie. Ja, Nina, komt dat wel. Wat ging ze als in die velen? Nou, de dood graag van mij ook. Want... Ja. Nee, is dat serieus hoor. Ik ben echt dankbaar. Sperren. Dit is hem, ja. Dus, die meneer is net geweest, heeft mijn vaatwasser gemaakt en dit zat er dus in. Zie jullie dit? Nee, is dat een konta van mij die een konta van mijn maakje die lava los, maar ik zat daar ook al. Is dat een konta? Mijn maakje een kompo, doe ik het extra in te delen. Mama, dat is vloggen. Auw, oei, je bent een kompo, dit is vidro. Nou, maar dat praat. Maar goed, er zat dus glas in. En dat glas is er nu uitgehaald, dus mijn vader was ook, doet het nu. Ik ben heel blij. Zoals ik net zei, mijn moeder komt net aan, die is hier, dus het wordt weer een 5 vandaag. Oh ja, trouwens, ze kwam hier binnen en ze zei, ja, en waarom bellen mensen mij dat ze mij op YouTube hebben gezien? Bladibladibla, ik heb je al gezegd dat je mij niet moet filmen. Ik zeg, ik heb jou niet gefilmd. En ze zegt, jawel, je hebt me wel gefilmd, want mijn nicht dus uit Amerika heeft haar gebeld. En haar zoontje die zei dus tegen haar van, ja, jij zegt dat wij ons handen niet moeten wassen, bladibladibla. Dus dat komt door de vorige vlog.
En ik zei, oh ja, de camera stond aan, dat weet je toch, maar ik heb jou niet op beeld gezet. Toen zei ze dus, zei ze net, ik ga gewoon niet meer praten. Dus ik riep haar, ze bleef van zo naar me kijken. Ik zei, maar. En ik baal, want die camera stond uit. Ik zei, waarom praat je niet? Ik zei, waarom praat je niet? Ze zei, ja, want je filmt alles wat ik zeg, dus ik ga gewoon niet meer praten. Dus dat. Oké, ik ga douchen. Doei. Zie jullie zo weer. Ik zou even naar de Action gaan met mijn moeder. Maar ze is weer ongeduldig. Dus zij is alweer gewoon weggegaan. Nu ben ik even aan het haasten. Ik kom zo, ja? Hallo? Ja. Doei. Nou, dit keer was ze menens hoor. Ze was echt weg. So she's not amused. Maar ze is net terug komen lopen. Zwer wel. Je pijn ik een corazon je op een arrest. Ja? Wij dozen. Nee, Mika, wij dozen. Wat je maar pakje hebt. Ik heb nieuwe oorbellen gehad van mijn moeder, gouden oorbelletjes. Kijk maar, jullie. Kijk maar. Je doet toch maar schaatjes? Ik heb vandaag zo'n. Ik had ooit hier een gaatje, maar dat heb ik dicht laten groeien. Dus nu heb ik elke keer gewoon zo'n stagiaire-achtig iets. Mama, fietje aparte. Waar ooit Karo kan sapori passen. Sperren, intrapemero. Mama. Ik schaam me gewoon, ik ga niet eens kijken. Batande, abri porta per un chica caro, un cozinha per frente in te. Even serieus, moet op een menina dat sperren naar caro, zie? Che menina? Zo, mama, boek je caro, ga ze die passen? Ja? Nee. Het is aan ons tras. Niet zo. Het is een keer ja, poli deze keer was al ali. Nee, dan kan je zo weer zetten, poli. Ik heb papaya en watermeloen. Zo. Minga denkt in die man, ik moet sempre buiten een porta zien. Zo. Dat is toch niet normaal? Oké, ik ben bij de Action geweest zojuist. Ik heb zulke leuke spullen gehaald. Ik ga jullie thuis allemaal laten zien. Althans, echt spullen die ik nodig had. Ik ga even mijn moeder helpen en dan ga ik naar huis en dan ga ik het jullie allemaal laten zien. Vandaag trouwens, oh, ik zal een beetje zoomen. Ik heb vandaag trouwens dit jurkje aan. Die heb ik al zo lang van Paul en Beer. Ja, het is gewoon een zak. Maar goed, ik dacht vandaag, ik ga hem wel gewoon aandoen. Want ja, weet je, alles zit best wel strak nu. Gewoon zilveren slippers aan. So yeah, dit is de look of today. Ik voel me vandaag wel weer een beetje een mens. Kijk, mijn haar is gewoon echt gekamd. Dat heb ik al die tijd niet gedaan. Ik zal jullie nog even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb deze gewichtjes gehaald, zijn maar 1 kilo. Er was helaas niks anders dan 1 kilo. Maar goed, ik denk, dit is toch al iets. Ik bedoel, ik voel het wel hoor, als ik hem zo heb. Het is super licht, maar ik voel wel gewicht. Ik heb deze massageroller gehaald. Ik zit natuurlijk bij de fysio, via de sportarts. En nu wordt dat dus videobellen met de fysio. Dus ik heb deze gehaald, want deze gebruik ik dus ook altijd wanneer ik bij hem ben. En daar doe ik deze op. Deze oefening. Voor mijn heup is dat. Dus deze heb ik voor mezelf ook gehaald. Eindelijk. Hier ben ik heel blij mee. Deze is wel zeg maar die hele lange. Maar ik kan daar wel heel veel oefeningen mee doen. En ik heb voor ons een badminton gehaald. Wat proef je? Welke fruit? Ik denk dat je spinazie kiwi in hebt gezet. Volgens mij een beetje amandelmelk. Weet je wat erin zit? Nee. Wil je het weten? Ja. Avocado. Wat jij niet lekker vindt. En zo vreselijk vindt. En smerig vindt. Zie je? Er zit avocado, mango, groene appel en spinazie in. En amandelmelk. Ik zat er wel een beetje goed bij. Je zat wel beter, ja, maar avocado zei niet. Omdat je natuurlijk niet verwacht had dat ik dat erin zou zetten. Omdat nee, je dat niet lekker vindt. Het is ook niet lekker. Maar ga maar na, je drinkt het wel. En er zit siemens in trouwens. Hallo lieve mensen, het is vandaag
Mos, ik moet echt, dit is niet normaal. Het is vrijdag, ik had de vlog al gestart. Als het goed is, hebben jullie... ik had vanochtend een smoothie gemaakt. En Lorenzo, die moet echt niks van avocado hebben. En ik zeg elke keer weer hoe goed het voor hem is, hoe goed het voor iedereen is. Maar hij wil het gewoon niet, dus vandaag heb ik het gewoon stiekem in een smoothie verwerkt. En ik heb het aan hem gegeven en hij heeft het opgedronken. Nou, jullie hebben zijn reactie gezien. En ik snap hem wel dat het zo makkelijker weg te werken is dan gewoon een avocado zelf. En nu ga ik sporten. Ik kom net aan. Ik ga met Nelsie een workout doen. Mijn neefje, die is personal trainer. Die is nu in Amerika, dus wij gaan een online workout doen. Ik heb wat spulletjes meegenomen. Dus, mos, het is warm. Wacht. Dus ik ga een online sessie doen met mijn neefje en met Nelsie. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het gevoel dat hij ons af gaat maken. Ik heb zijn sessie gezien met Ellie Delmede. En ik zag haar kapot gaan, man. Echt. Dus ja, kijk. En wij sporten best veel, vooral benen en zo. Dus je zou zeggen, we zijn wel wat gewend. Maar je ziet altijd dat op het moment dat je een sportles neemt van iemand anders, dat het toch weer zwaar valt. Voor de rest ga ik niet heel veel doen vandaag. Wat staat op de planning? Oh ja, ik moet even foto's maken, want we gaan een winactie doen met de detox. En ja, waarschijnlijk als deze vlog er is, dan is die detox winactie al voorbij. Maar we gaan 3 dagen kuur weggeven. Dus ik ga straks foto's maken. En voor de rest heb ik niet heel veel op de planning. Ik ben gewoon thuis. Ik ga een beetje opruimen. Ik ben nog steeds bezig met een beetje kasten in- en uitruimen. Dus ja. Kom maar dan. Nou, dit is dus mijn neef. Huh? En hij is ons training aan het geven. Dan zet even die vlog. Flor. Ik kan nu in mijn leven, man. Wanneer je Spanjaans, doe mij. Oké. Oh, jullie kunnen mij net niet zien, maar misschien willen jullie dat ook niet. Ah? Tapete, di un tapete lì. Luca tieni tapete. Ma sta claro che il planta verde na chong. Grass. Grass. Ja, ja. Grassus. Grasso. Grasso. Relva. Relva che da fare. Waarom heb ik ja gezegd tegen dit idee, ha? Wait. Yes, jongens. Continua. Goedenavond, het is vrijdagavond. Oké, in de tussentijd is het bijna 10 uur. Lorenzo en ik gaan nu pas eten. We hebben net sushi gehaald. Ik heb een cheat maaltijd. En ik heb een Ben & Jerry ijs ook gehaald. Dat ga ik straks als toetje opeten. Ik moet zeggen, het voelt zo goed om gewoon clean te eten en dan inderdaad een cheat maaltijd te hebben. Want je gaat je er echt op verheugen en ik heb geen schuldgevoel, zeg maar. Of een vervelend gevoel van, saan, eigenlijk moet ik dit niet eten. Omdat ik ook gewoon hard aan het... Nee. Maar het voelt dus gewoon goed om nu te eten, om nu iets te eten wat eigenlijk niet zo verantwoord is. Morgen ga ik gewoon weer sporten. Dus ja, there's nothing to worry about, denk ik. Ik heb trouwens skates besteld en die zijn vandaag binnengekomen. En mijn pakketje van de Hair Shop is ook vandaag binnengekomen. Maar ik ga dat denk ik morgen uitpakken, dat is beter. Ik ben heel benieuwd naar die van de Hair Shop en mijn skates natuurlijk. Maar ik heb een gel besteld die heel moeilijk te verkrijgen is en hij schijnt heel goed te zijn. Dus ja, yeah. Ik wil het eigenlijk vandaag uitpakken. Maar... Nee, ik ga het niet vandaag uitpakken. Ik ga eten, ik ga mijn vlog online zetten, ik ga even een goede thumbnail maken. En dan gaan we film kijken en then I'll call it a day. Mwah. Ik ga ook de vlog afsluiten trouwens, want ik denk dat dit de laatste... Ja, ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Lieve comment, tag, share. En ik zie jullie bij de volgende video. Een hele fijne avond. Bye bye.